vond het best goed gaan. Een foutje van mij? Hoorde je dat? Ja, nou ja. Nou, dat is niet erg. Ik had ook wat foutjes. Ja. Ik heb inmiddels zoveel optredens gedaan, ik vind het niet meer spannend, maar ik weet niet hoe het voor jou was. Ja. Ja, nee, ik vond het best wel spannend. Ik ben Daniel, ik ben 12 jaar en ik speel bij de Beatrix Spyband. Ik ben Luc Dekker, ik ben 17 jaar. Ik speel ook bij Beatrix Spyband en ik ga vandaag samen met Daniel spelen op de Canadese begraafplaats. Ik was al heel vaak in Schotland geweest en je ziet het instrument daar overal, ook bij de Edinburgh Tap toe. En toen wou ik eigenlijk al doedelzak gaan spelen. Rond mijn zesde ongeveer zag ik een filmpje van Donald Duck waar het in voorkwam. En dat vond ik toen heel mooi en zodoende ben ik begonnen op mijn negende. Op een moment geef ik Daniel het meeste les inderdaad, dus, tijdens de coronatijd gewoon online. En nu het weer kan, gewoon weer één op één. Je hebt hier zo het mondstuk. Daar blaas je lucht in de zak en als er dan genoeg lucht in zit, dan kan je met je arm eronder proberen te knijpen. En dan komt de lucht er via hier zo, of hier zo komt het in de chanter of de drones. Dit is de chanter, daar maak je de melodie mee, met alle gaatjes als je die dan dicht houdt. En hier zo komt eigenlijk het grondgeluid komt hieruit. Het is best wel moeilijk, maar eigenlijk kan iedereen het leren, omdat als je maar genoeg doorzettingsvermogen hebt, dan kom je daar uiteindelijk wel. Voornamelijk heb ik optredens met de band en dan spelen we ook competitie, wedstrijden en we spelen grote optredens zoals de muziekshow. En nou ja, af en toe ook op een herdenking, maar ik ben nog nooit op zo'n grote geweest. Het is een hele eer om hier zo te spelen. Omdat hier zoveel mensen liggen die voor jouw vrijheid hebben gevochten. Doedelzak werd vroeger in het Schotse leger werd dat gebruikt om de vijand te imponeren. Er zijn ook heel veel doedelzakkers overleden. Dus als je dan met een doedelzak daar zo'n eer aan kan brengen.